Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van woensdag 9 november. Met vandaag. Hoe wordt in Enschede gereageerd op de overwinning van Donald Trump? En kunstenares Guusje Beverdam reageert op alle ophef rondom haar hartenbankje. Dat straks. Vanochtend in alle vroegte zijn drie mannen uit hun bed gelicht. Een arrestatieteam van de politie heeft de mannen van 47 en 48 jaar aangehouden voor afpersing en intimidatie. Diverse ondernemers en personen zouden zijn bedreigd door het trio. Zij zouden daarbij ook geweld hebben gebruikt. De mannen zijn ieder in hun eigen huis aangehouden. De drie huizen zijn vervolgens doorzocht en daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen. Er volgt nog verder onderzoek. Ruim 2 jaar geleden ging er een streep door de vliegveldplannen die onhaalbaar bleken. Maar nu staat Enschede op het punt groen licht te geven voor de aangepaste plannen voor het gebied. De gemeenteraad sprak gisteravond kritisch over de structuurvisie die projecten zoals de Safety Campus, een dronecentrum en de komst van vliegtuigsloper AELS formeel mogelijk moet maken. Toch zal de raad daar maandag wel mee instemmen. Wel gaat er wat veranderen aan de bestuurlijke structuur. Er komt waarschijnlijk een stuurgroep met een onafhankelijke gebiedsregisseur. En de rol van Area Development Twente wordt daarmee geminimaliseerd. Voor velen kwam het als een grote verrassing. Donald Trump, hij is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hoe valt dit nieuws in Enschede? Wij vroegen het vandaag aan studenten van de Universiteit Twente. Hoe denken zij over de standpunten van Trump? Heb je de verkiezingen gevolgd? Jazeker. Ja, wel een beetje. Ik heb samen met de studievereniging hebben vanochtend tot 17:15 hebben gekeken hier op de universiteit. Ja, ik heb het wel een beetje bijgehouden. Vanochtend nog vroeg gekeken wat de uitslag zou zijn. Gewoon een beetje normaal via het nieuws. Verder niet echt bijzonder. Maar welke stelling hoort bij wie? De AOW-leeftijd moet niet omhoog. Trump misschien? Nee, geen idee. Gokje. En waarom denk je dat? Ik weet niet. Ik vind dat typisch zoiets wat hij zou zeggen om stemmen te winnen. Ik ga voor Hillary. De afgestudeerden moeten zo snel mogelijk een baan hebben zodat ze hun studie kunnen aflossen. Ik zou in Nederland zitten we dan meer op rechts. Dus, maar nou, misschien toch Hillary. Ik denk dat ik toch voor Trump ga. En waarom kies je voor Trump? Nou, hij zegt dat hij de president wordt die de meeste banen gaat scheppen. En bladibladibla. De belasting verhogen voor de rijken. Die is van Clinton. Dat was een hele lastige. Ik dacht Hillary. Gokje. Ja, dat klopt. Okay. En waarom denk je dat van Hillary klopt? Trump heeft natuurlijk zelf erg veel geld. Maar ja, dat heeft Hillary natuurlijk ook. Maar Hillary wil er denk ik meer gelijk trekken in het land. En wat denk je dat hoe het nu verder gaat met de wereld? Deze 4 jaar sowieso? Ik zou het niet durven zeggen. Ik denk niet dat er al te veel gaat gebeuren. Ik denk niet dat er niet heel veel gaat veranderen. De paniek is op dit moment best wel redelijk groot, maar het begint ook al een beetje in te zinken. Ja, dat is een verrassing, want bij Trump weet je nooit wat er gaat gebeuren. Ik denk in het begin met een zeer onzekere tijd. Ik denk wel dat Trump zal matigen in zijn stemmen. Alleen nu zagen we ook al wel op tv dat hij veel rustiger was. Het gedicht Textielstad van Willem Wilmink aan de buitenmuur van boekhandel Broekhuis is aangepast. 2 weken geleden werd het gedicht onthuld en toen bleek al direct dat er een woord was vergeten. Er stond bijna geen heeft hier nog weet. En daarbij ontbrak het woord mens. Dat woordje is nu alsnog toegevoegd. En waar bij Broekhuis dus iets is toegevoegd, is verderop in de stad juist iets weggehaald. Bij het hartenbankje naast het stadhuis stond het bord Liefs uit Enschede. Dat op verzoek van kunstenares Guusje Beverdam is weggehaald. En dat zorgt op internet voor veel reacties. Veel mensen vinden dat de kunstenares niet zo moet zeuren en dat het bordje gewoon had moeten blijven staan. Wat vindt Beverdam daar eigenlijk zelf van? Je hebt als je films downloadt of muziek downloadt, moet je daarvoor betalen. En zo bestaat er voor beeldende kunst beeldrecht.
En dat betekent dat je niet zomaar met het beeld mag doen wat je wilt. Dat ten eerste moet je mij dat vragen, maar het beeld mag niet aangetast worden. En dat gebeurt met dit bord wel. En daar ga ik niet mee akkoord, nee. Ik heb begrepen dat je wel toestemming hebt gegeven om in de decembermaand het bankje in het groen te hullen. Ja, het bankje stond vroeger veel meer in het groen dan dat het nu stond. Dan was er links en rechts, toen het geplaatst was, er gras. En waren er twee grote bomen te zien. De leilindes waren er toen nog niet. En groen voegt alleen maar toe. Hè. Dan wordt het beeld gewoon sterker en mooier van. Wat kun je doen met oude, versleten en afgedragen spijkerbroeken? Je kunt ze natuurlijk weggooien. Maar studenten van het ROC van Twente doen er hele andere dingen mee. Ze hebben er tassen mee gemaakt. Vandaag was de finale van de ontwerpwedstrijd bij Kringloopcentrum Het Goed. Wij zijn vandaag bij Het Goed op bezoek om een presentatie te gaan houden. We hebben jeans opgehaald van Het Goed en daarvoor hebben wij een tas voor ontworpen. Deze tassen worden beoordeeld door de jury die bij Het Goed vandaag aanwezig is bij onze presentaties. En een van de tassen wordt uitgekozen en wat er binnen de tas die geproduceerd gaat worden. Het is een project totaal van 10 weken. Ik denk ongeveer dat we twee lessen, ongeveer 3 uurtjes aan geweest hebben aan een tas. Dit is onze eerste tas. Het is gewoon een hele simpele shopper die je gewoon simpel om kunt dragen. Gewoon uit 3 spijkerbroeken hebben we deze gemaakt. En dit is een totaal ander model met gewoon ook uit verschillende broeken gemaakt. En er zit een zakje voor op en gewoon allemaal leuke banen aan elkaar gezet. En gewoon leuk afgewerkte binnenkant. Het is gewoon een hele mooie tas. Het is vervaardigd uit gerecyclede spijkerbroeken. En Jurre Bosman is de nieuwe directeur radio bij de NPO. De 39-jarige Bosman is geboren en getogen in Enschede en begon zijn radiocarrière bij het toenmalige Radio Enschede, de voorloper van TV Enschede FM. Als 14-jarige jongen was hij al bij de lokale radiozender van Enschede te beluisteren. Bosman werkte daarna ook als radiomaker bij de TROS en presenteerde op televisie het School TV Weekjournaal. Bosman werkte de afgelopen 2 jaar als zendermanager van NPO Radio 2 en Radio 5. In zijn nieuwe functie geeft hij leiding aan alle landelijke radiozenders van de publieke omroep. Zo was hij ook betrokken bij de nieuwe indeling van 3FM. En dan nog het weer. De eerste natte sneeuw van dit najaar viel gisteravond. Patrick Moes uit Patmos stuurde ons daarvan deze beelden. Het was niet veel en het bleef ook niet lang liggen, maar voor heel even was het wit op straat. En het was ook vandaag weer een koude, kille dag. Vannacht dan daalt de temperatuur opnieuw naar het vriespunt. Morgen begint de dag mistig en later op de dag gaat het regenen. Het wordt morgen 5 graden. En tot zover het TV Enschede Nieuws van woensdag 9 november. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna van eigen bodem. Ik wens u een fijne avond verder.